Anderhalf miljoen mensen worden dakloos op die afschuwelijke dag in januari. Een groot deel daarvan woont nu nog steeds in deze tentenkampen. Architect Michiel Molle begeleidt de bouw van nieuwe huizen. De eerste 150 stonden redelijk snel, maar er komen steeds meer obstakels die de bouw vertragen. Een douane die 3 maanden lang op slot zit, dat helpt niet mee. Een schietpartij in de stad waardoor je de deur niet uit mag, dat helpt ook niet mee. En daarnaast heb je natuurlijk het probleem dat die stad met al zijn dichtheid gewoon te kampen heeft met hele grote hoeveelheden tuin. Waar laat je het? En hoe zorg je dat je weer een stukje land terugkrijgt waar je weer iets nieuws op kan bouwen? Dat is gewoon ontzettend veel werk. En als die plek dan is gevonden, moet eerst worden uitgezocht wie de eigenaar is van dat stuk land. Papieren daarvoor hebben de meeste Haïtianen niet. En om dat nou toch vast te kunnen leggen, hebben we een getuigensysteem opgezet. Als er 3 mensen... in jouw directe leefomgeving zijn, die kunnen getuigen dat dat inderdaad het terrein is waarop jij recht hebt, dan durven wij toch aan om daar een shelter neer te gaan zetten. De architecten van Cordate bouwen vol hoop door. Ze willen voor het eind van het jaar 2000 huizen af hebben.